Oké, welkom allemaal bij alweer aflevering 3 van de bouw van de Neeltje Jacoba. Dat is een volloventse bol, een Nederlands type boot. Nou ja, ik heb er al 2 video's over gemaakt, dus details daarover kun je daar terugzien. We pakken het nu op waar we vorige keer gestopt waren, namelijk bij de spanten die op de kiel gelijmd waren. En ik heb hem in mijn hand, ik zal hem even bijpakken. Inmiddels zie je dat alle spanten vastgelijmd zitten op de kiel. En ik heb ook al de eerste latjes eromheen gespannen. Dat heb ik nog even gedaan buiten de camera om, omdat ik aan het rommelen was om de vorm een beetje goed te krijgen. Daar heb ik wat voorbeeldjes van. Even kijken of dat te zien is. Ja, hier zie je bij dit spant dat ik daar een heel stuk aangezet heb, omdat bleek dat die veel te kort was vergeleken met die andere. Ik dacht toch dat ik alles een beetje nagemeten had, maar dit zag er echt niet uit. Er miste een millimeter of 3 of zo. Dus dat heb ik er aangezet en vervolgens netjes gemaakt. Aan deze kant ongeveer hetzelfde. Deze bleek net iets te kort te zijn aan de bovenkant. Dus heb ik ook een stukje aangezet. Nou goed, dit is natuurlijk allemaal veroorzaakt door het feit dat ik met die figuurzaagmachine niet zo gedetailleerd gezaagd heb. Dus daar moet ik nu de prijs voor betalen. Maar ja, we fixen het wel weer aldoende. Nou ja, ik zal even laten zien hier aan de achterkant. Zie je dus dat de latjes ongeveer tegen de kiel aangezet zijn. En dit was de eerste die ik erop heb gezet. En dan zie je dat ik die tekort heb afgeknipt. Maar dat is niet zo erg, want even kijken, ik zoek een stukje hout hier. Straks worden hier nog zo. Zien anders. Hier worden nog zo stukjes hout opgezet, op die manier, tegen de kiel aan. Dus die dekken dat gat straks ook netjes af, dus dan zie je er niks meer van. Dus dat moet wel netjes weggewerkt worden op die manier. Nou ja, aan de voorkant hetzelfde. Zie je, die lopen tegen de kiel aan. En ook hier, dus de eerste die ik gedaan heb, die was te kort. Dus die heb ik daar ook een beetje open gelaten. Maar dat dekken we later weer gewoon af. Ja, het lastigste van de vorm van deze boot is om die hoeken goed te krijgen. Daar heb ik het al vaker over gehad. Ik heb deze bovenste zo gespand, zodat hij bij de middelste aantal spanten boven het hoekje zit. En dan bij deze, aan deze kant zie je dat hij er al onder glijdt. Dus ik zie dat goed. Ja, dus hij is er hier, is hij er boven. Hier zit hij er een beetje op. En dus dat is niet zo netjes. En deze zit eronder. En dan draait hij hier netjes de hoek om. Dus het is een beetje spelen met hoe die precies moet lopen. En ik kan het eigenlijk niet helemaal naar mijn zin doen. Dus ik ben heel benieuwd of die hoek straks nog een beetje goed te zien is in de romp. Ik had eerlijk gezegd wel een beetje onderschat hoe lastig het is om dat mooi te krijgen. Maar ja, aldoende leert men. En nou, stapje voor stapje komen we wel verder. Nou, het tweede latje aan de onderkant heb ik erop gezet. Ook weer om die hoek te benadrukken. Dus die zit op het platte vlak hier zo, net voordat dit spant de hoek omgaat. Je kan het zo beter zien. Ja, en die past er over het algemeen wel lekker op. Dit ging eigenlijk prima zo. Dus de volgende stappen zijn eigenlijk om, nou, afhankelijk van hoe het gaat, maar door dit gat langzaam op te vullen, dat is denk ik redelijk makkelijk. En dan aan deze kant zorgen dat die hoek hier goed blijft. En dan deze kant zorgen dat die hoek goed blijft. En dan ja, de hele romp langzaam opvullen. Ik zal nog even laten zien hoe ik die lakjes nou krom. Want ik heb daar een bepaalde methode voor die wel lekker werkt. Dat gebruiken veel mensen en dat gaat goed. In essentie maak ik de lakjes nat. Dan maak ik ze een beetje warm met een stoomreiniger op de puntjes waar ze heel scherp moeten buigen. Ik kan het beter zo laten zien. Zo. Hier zit een redelijk scherpe bocht in. En zodra ze dan, dan klem je ze vast en zodra ze dan weer droog zijn, dan nemen ze de vorm aan die ze in de gebogen vorm gekregen hebben. Dus dan komt er bij het buigen geen kracht op het hout te staan als je het vastlijmt. Dus ik zal dat straks even voordoen. Maar ik heb er nu alweer 2 klaar liggen die erop kunnen. Dus die komen hier aan de onderkant. Als ik me goed herinner, komen ze aan deze kant erop. Dus ik heb er eentje al een beetje gemaakt en die andere ga ik zo maken, dus dan kan ik dat er even laten zien. Goed, laten we aan de slag gaan.
Kijk, ik was dus blijkbaar bezig om deze hoek strak te krijgen. Dus ik heb een latje gemaakt die er zo ongeveer op past. En je kan zien dat ik altijd wat merkjes erop maak om te laten zien waar die hoort. Dus hier staan twee streepjes op en die horen dan op dit spant. Twee streepjes op dit spant en twee op dit spant. Nou ja, hij gaat er ongeveer zo tegenaan. En ik heb dus aan deze kant, aan de binnenkant, hier heb ik van alles af zitten veilen, zodat de buitenkant hier recht blijft. En dit moet dan zo om de bocht gespand kunnen worden. Zie je? Dat gaat redelijk. En aan deze kant heb ik hetzelfde gedaan, en, zodat die er zo omheen kan. Nou moet ik wel zeggen dat dit latje wat er opgelijmd zit, dat is ik denk 1,5 of 2 mm dik. Ik denk 1,5. En deze is 2 mm, dus die steekt er altijd een stukje bovenuit. Dat is niet zo erg, want ik maak het een beetje van resthout allemaal. Maar het is wel een zaak om te zorgen dat hier die twee latjes goed op elkaar aansluiten. En omdat daar een hoek in zit, zie je, daar zit bijvoorbeeld hier, hè, zit een scherpe hoek in, moet ik deze een beetje schuin afveilen. Dus is dat te zien met de camera? Nou ja, zo is het een beetje te zien misschien. Dat hij aan de bovenkant, loopt hij een beetje zo af, schuin dus. Nou, ik heb deze al een beetje op vorm gemaakt. Volgens mij klopt die aardig. Zit ongeveer zo in elkaar. Het sluit redelijk aan. Met nadruk op redelijk, niet perfect. Dus ik ga nog even goed checken of dat naar mijn zin zit. En zo ja, dan ga ik het vastlijmen. Je kan dus aan de binnenkant van de hoek kan je aardig zien of die schuinte goed aansluit. Ik heb ze nu een beetje met mijn vingers stevig vast, maar dan, nou, ik zie geen kiertjes ertussen, dus dan lukt het volgens mij wel. Ja, nou dat gaat goed. Laten we wat vastlijmen. Oké, terwijl deze kant even aan het drogen is, ga ik vast de andere kant maken. Dan zie je, ik volg hetzelfde procedé, dus weer streepjes gezet. Het latje afgezaagd aan de voorkant, zodat hij net zo lang is als deze. En dan moet hij er dus zo op komen. Pennetje. Kijk, wat ik altijd doe is, dan leg ik hem zo op de plek waar hij moet komen. En dan kijk ik zo naar het latje waar dit er voor het eerst een beetje over die ander heen gaat. En dat is daar. Zie je, is dat te zien? Focus. Ah, daar. Dus dit streepje wat hier zit. Dus daar gaat hij overheen. Dus vanaf daar ga ik beginnen met stukjes afveilen in dit geval. En het gaat om ongeveer zo. Dus ga ik ongeveer zo'n vormpje eruit veilen. Dat is verkeerd. Het is zo. Hij gaat natuurlijk naar deze hoek toe. Hij gaat naar deze hoek toe. Zo. Maar ja, die snappen er niks meer van. Maakt niet uit, we gaan aan de slag.
Oké, ik heb inmiddels het latje aan de andere kant ook zo goed als op maat geveild. Het ging redelijk snel. Dit hout is heel erg zacht. Dit is ramin volgens mij. En daar kan je vrij makkelijk bewerken. Kijk, het geeft wel een hele hoop stof. Het is echt, nou ja, dat is een klein beetje ervan, maar dat valt er zo vanaf. Dus dat gaat redelijk goed. Ik heb dit bewaard overigens met een reder, dus dat hebben we straks nog nodig. Dus ga ik later laten zien. Verder heb ik ook weer wat vastgelijmd, zoals je ziet. Nou ja, het is een beetje puzzelen welke klemmetjes je wil gebruiken. Maar zoals eerder gezegd, je kan nooit genoeg klemmetjes hebben. Dus dat blijkt ook hier weer uit. Dus nu is het tijd om even te drogen. En dan die andere erop lijmen. En dan, nou, dan kunnen we weer verder. Zo, we hebben dat derde latje heb ik er net opgezet. Dat is, even kijken, deze, die aan de bovenkant. En dat gaan we nu aan die kant ook doen. Ik oefen altijd eerst even één keertje om te kijken of ik de vorm goed heb. En dan laat ik jullie de snelle versie aan de andere kant zien. Dus ik ben weer begonnen met, ik zal het even laten zien. Is dat te zien? Ja. Zie je, ik heb weer streepjes op dit latje gezet, zodat ik weet waar ik hem moet uitlijnen. En ik ga beginnen met hier aan de achterkant alles goed maken. Even wat laten zien. Ik heb hem nu ongeveer erop gedaan zoals die moet komen. En dan zie je daar hier een gaatje ontstaan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, zo'n gat in de boot. Dus ik ga er eerst voor zorgen dat die overgang van dat tweede latje wat ik op heb geplakt, dat wat vlakker wordt. Zodat deze aansluiting wat mooier wordt. En dan gaan we dit nieuwe latje, deze, even op vorm maken. Nou, daar gaat hij. Kijk, nu is dat gat al een stuk kleiner geworden. Hij zit daar. Dus het is nu tijd om dit latje een stukje vanaf te gaan halen, zodat daar een puntje aan komt. Ik probeer het altijd symmetrisch te doen. Dus als je naar deze kant kijkt, we gaan het equivalent van dit latje maken. Die gaat helemaal door tot in de punt van waar deze twee latjes elkaar raken. Dus dat wil ik aan de nieuwe kant ook doen. Dus als je dan zo'n beetje liefelijk dat latje erop legt, zonder hem op zijn plek te dwingen. Even kijken of ik dat kan laten zien. Hier, hij gaat ongeveer tot in dat puntje komen. Dus dat gaat denk ik wel lukken. Oké, nou, we gaan het als volgt doen. Hier kan je zien waar dat gaatje zit. En daar ga ik nu een markeringje zetten dat ik vanaf daar wil beginnen met schuin maken. Dus. Zo. Kijk, hier net voorbij dat puntje heb ik een markering gezet. En daar ga ik beginnen met schuin maken. En dan zorg ik dus dat het die kant op gaat. Zo, laat ik het nu goed doen. Zo, een beetje een lijntje opgezet van wat ik eraf ga halen. Dus nu is het weer een kwestie van ja, een beetje raspen en een beetje feilen. En ik probeer het niet direct helemaal goed te maken, maar in fases. Dus ik haal er eerst een heel stuk vanaf, maar niet alles. En dan ga ik weer even passen en meten. En dan waarschijnlijk zal ik nou ja, daar waar het gaatje zit, hier zo, toch nog dit latje, deze, een beetje bij moeten schuren om het passend te maken. Dit is echt een iteratief proces tussen dit nieuwe latje en degene die er als vorige is opgegaan. Nou, daar gaan we. Kijk, nou zie je wat ik. Even kijken wat ik gedaan heb. Ik zat hem te zien zo. Ja, zie je, dus ik heb hem niet helemaal scherp gemaakt hier aan het puntje. Ik ben bijna tot aan de markering gegaan.
En nu ga ik eventjes passen of het goed gaat. Nou, na het nodige vijlwerk zit hij er aardig op. Even kijken, hoe kan ik het laten zien? Ja, zo. Dus het gaat om deze. Aardig op, een beetje draaien. Ik denk wel dat ik hem goed tegen elkaar aan moet klemmen, want het is best een moeilijk stukje. Maar gaat wel goed. En je kan tegelijkertijd zien, als ik hem wat meer zo vastpak. Even kijken naar achter, ik moet even de merkjes herstellen hier. Kijk, je ziet hier die twee merkjes. Hier is dan, er staan, kijk naar, dus hier twee merkjes op. En op het nieuwe laadje ook twee merkjes. En die zaten tegen elkaar aan. Maar ik heb dus hier aan de voorkant een aardig stukje vanaf geknipt. Omdat ik ergens verkeerd geschuurd had. Dus gelukkig heb ik aan de voorkant een heel stuk overlengte. Daarom kon ik het ook doen. Dus ik ga alle merkjes even verwijderen. Opnieuw erop zetten. En dit wordt de nieuwe stand. En dan gaan we de voorkant doen. Nou, aan de voorkant volgen we hetzelfde proces. Dus ik heb hem weer gelijk gelegd met de opnieuw gemaakte merkjes. En even checken, ja, dat gaat goed. Nou, dat nieuwe latje kromt er ongeveer zo overheen. En je ziet dat ik weer daar en daar een merkje heb gezet waartussen ik hem schuin moet maken. Dus hier zaag ik hem af. En langs dit schuine lijntje ga ik hem afschuren. En dan langzaam weer passend maken door deze een beetje bij te werken. Of deze die er al op zit, die punten. Nou, aan de slag. Zo. Het is een beetje lastig zichtbaar. Nou, de voorkant is ook oké. Kijk, hier ligt hij gelijk met de merkjes. En dan begint hij hier zo geleidelijk naar een puntje te gaan. En als ik goed gekeken heb, zie ik, hier zie ik wel gaatjes. Maar die kan ik gewoon dichtknijpen met mijn handen. Dus dat wordt wel netjes. Dus klaar om te lijmen.
Nou, we zijn inmiddels een heel eind gevorderd. De romp is zo goed als klaar. Ik heb hem hier net onder de camera. Het is niet zo mooi geworden. Het was moeilijker dan ik dacht. Ik zal even laten zien wat ik er moeilijk aan vond. Laat ik beginnen met de onderkant. Die ging goed. Kijk, hier kun je, als ik het een beetje zo doe, kun je mooi zien dat dit vlak is gebleven en dat hier een hoek in zit. Dus dat is wel goed gegaan. Als je deze bekijkt, dan zie je dat dit vlak is en dat hier een scherpe hoek in zit. Dus ook die hoek is er goed ingebleven. Het is allemaal nog ruw, hè? Dus we moeten het allemaal nog glad scheuren. Nu komt het moeilijke gedeelte. Ik zei in het begin al dat het maken van deze bocht aan de bovenkant was erg lastig om te doen. Die valt namelijk een beetje naar binnen. Kijk, hoe kunnen we dat laten zien? Ik denk zoiets. Zo, ja, dan kan je het een beetje zien. Ja, hij valt dus ietsje naar binnen toe op deze manier. En dat kwam allemaal niet zo lekker uit met hout. Ik ben eigenlijk gewoon hier zo begonnen en dan langs omhoog gegaan. En dan komt het latje daar ergens uit. En nog een beetje aangevuld. En op een gegeven moment dacht ik, nou, dat ga ik niet redden. Dus toen ben ik dit maar op gaan vullen. Ik had het inmiddels al een beetje opgegeven. Dat ik dacht, het gaat heel mooi worden. Het wordt allemaal tot straks geschuurd en dan geverfd. Dus komt goed. Maar het verdient geen schoonheidsprijs, laat ik het zo zeggen. Hier aan de achterkant kwam wel iets aardiger uit. Hier daar. Daar is de symmetrie ook iets beter. Zoals je ziet, het kwam allemaal iets beter uit. Verder zat ik er van de week naar te kijken en toen zag ik dit. Dat kan je hier ook wel een beetje zien. Ja, dit is hartstikke scheef, deze twee, dan ten opzichte van die. En dan moet ik wel zeggen, dit is balzenhout. Dat steekt een stukje over, dus het spant ligt ietsje terug. Maar dat is niet zo recht. Nu op de camera een beetje de rest bekijken. Nou, dat ziet er wel weer aardig uit. Maar die bovenste, dat is niet helemaal dat is niet helemaal goed gegaan, volgens mij. Goed, volgende uitdaging. Ik ga hier aan de binnenkanten van dit fineer leggen. Zie je, dat is heel buigzaam. Dat is een half millimeter dik. Dus dat ga ik aan de binnenkant zo leggen om nog wat versteviging aan te brengen. En daarvoor moet ik een spannende operatie doen en deze stukken balzahout weer weg gaan slijpen. En dan moet ik hopen dat dit een beetje dat dit allemaal een beetje blijft zitten. Dus ik denk dat ik dat wat ga verstevigen of zo. Ik weet niet, ik ga maar eens gewoon een beetje proberen, kijken wat er lukt. En zodra dat gebeurd is, de versteviging aan de binnenkant, dan ga ik denk ik het dek erin maken. Dan moeten nog een bepaalde vorm in de reling gemaakt worden. En daarna is het tijd voor afwerken, schuren, schilderen, dat soort dingen. Dus ja, laten we maar eens kijken wat er gebeurt. Nou, de eerste versteviging wordt op zijn plek gelijmd. Hier kun je zien dat ik het balzenhout weggehaald heb. En ik heb een dun randje laten zitten. Ik durf het niet helemaal weg te halen, want dan dit nergens meer vastgelijmd. Dus ik ben benieuwd, we gaan het zien. Inmiddels weer een stukje verder. Kijk, de binnenkant is inmiddels bezet met een tweede laagje fineer. Dus dat heeft wat extra stevigheid op deze manier. Aan de voorkant hier is het hele balzenhout verdwenen. Dat is godzijdank goed gegaan. Laten we dat maar niet te veel tonen, dat is niet zo mooi. Kijk. Zo ziet het eruit van binnen. Even kijken hoor, zoiets. Zo. Dus het verdient geen schoonheidsprijs, denk ik. Maar ik ben er wel eens in de modus over gesprongen. Dat ik het maar gewoon zo leuk mogelijk ga maken. En dan zien we het wel. Verder heb ik, zoals je daar ziet, hier een gaatje alvast gemaakt. Want ik ga straks het dek erop zetten. En dan kan ik alvast een gaatje in prikken, zo weet ik waar het midden is.
Ja, dus de volgende stap is om hier het dek in te gaan leggen. En zodra het dek erin zit, dan kan ik de hoogte van de reling al hier aan deze kant afzetten. En zodra die hoogte erop is, dan kan ik hier wat vanaf gaan halen en dan wordt de vorm mooi. Verder hier aan de achterkant komt een soort kuipje hier. Ik kan ook een dekje in doen en op deze steuntjes komt een soort bankje. Hier aan de achterkant is het eigenlijk allemaal een beetje te kort geworden. Dus ik denk dat ik de achterkant van het schip een stukje ga verlengen. Zodat het iets mooier oogt. Maar goed, dat is vrij makkelijk te doen. Dit onbedekte hout wat je hier ziet, dat wordt straks nog netjes met veneer afgewerkt. Dus dat, ja, dat wordt nog wel mooi straks. Inmiddels weer een stukje verder. Kijk, de binnenkant is inmiddels bezet met een tweede laagje veneer. Dus dat heeft wat extra stevigheid op deze manier. Aan de voorkant zie je, is het hele balzenhout verdwenen. Dat is godzijdank goed gegaan. Laten we dat maar niet te veel tonen, dat is niet zo mooi. Kijk, zo ziet het eruit van binnen. Even kijken hoor, zoiets. Zo. Dus het verdient geen schoonheidsprijs, denk ik. Maar ja, ik ben inmiddels in de modus overgesprongen. Dat ik het maar gewoon zo leuk mogelijk ga maken. En dan zien we het wel. Verder heb ik, zoals je daar ziet, hier een gaatje alvast gemaakt. Want ik ga straks het dek erop zetten. En dan kan ik alvast een gaatje in prikken. Zo weet ik waar het midden is. Ja, dus de volgende stap is om hier het dek in te gaan leggen. En zodra het dek erin zit, dan kan ik de hoogte van de reling al hier aan deze kant afzetten. En zodra die hoogte erop is, dan kan ik hier wat vanaf gaan halen en dan wordt de vorm mooi. Verder, hier aan de achterkant komt een soort kuipje hier. Ik kan ook een dekje in doen en op deze steuntjes komt een soort bankje. Hier aan de achterkant is het eigenlijk allemaal een beetje te kort geworden. Dus ik denk dat ik de achterkant van het schip een stukje ga verlengen. Zodat het iets mooier oogt. Maar goed, dat is vrij makkelijk te doen. Dit onbedekte hout wat je hier ziet, dat wordt straks nog netjes met veneer afgewerkt. Dus dat, ja, dat wordt nog wel mooi straks. Oké, dat was het einde van aflevering 3. Volgende keer gaan we dus verder met het dek en met de romp afwerken en schilderen en stootrand maken en dat soort dingen. Dat zal nog wel een aardig klusje zijn, dus dat zal er wel de volgende video in beslag nemen, denk ik. Voor nu hartstikke bedankt voor het kijken. Heb je opmerkingen of feedback of ideeën, zet het even in de comments en dan neem ik het mee voor deze keer of voor de volgende keer. Oké, hartstikke bedankt en tot de volgende keer.